Ik ben Jeffrey Hofland en ik ben meervoudig wereldkampioen op de wielerbaan. Mijn naam is Matthijs Bugeli, ik ben 26 jaar oud en ik ben baanwielrenner, sprinter. We zijn hier in België, in Waregem. En ja, wat de bedoeling hier is dat Matthijs Bugeli en ik zelf het WK Mountainbike Eliminator gaan rijden. Het is eigenlijk een soort van intervaltraining. Mountainbike doe ik zelf regelmatig als duurtraining. En zo is eigenlijk een beetje voor de grap het idee ontstaan om mee te doen en een keer wat anders te gaan doen. Ik hou heel erg van andere alternatieve uitdagingen. En voor deze keer was de KMU het ermee eens buiten het seizoen om. En, ja, lijkt me heel vet om deze uitdaging aan te gaan. Ik vind het gewoon leuk om te doen. We doen het voor de lol ook. En ik hoop de kwalificatie zo goed mogelijk te doen. Ik denk dat ik daar de hoogste ogen moet gooien. Daarna worden het 2 rondes, kwalificatie is 1 ronde. Ja, de ambitie is er zeker om te winnen en om mijn best te doen. Maar het is zo'n groot vraagteken of dat wel überhaupt kan. Ging goed. Ik snelste tijd. Dat was wonderbaarlijk, maar mooi. En eigenlijk door mijn techniek is dat gelukt. De eerste ronde ging prima. De kwartfinale ging nog goed. En toen begon ik al een beetje vermoeid te worden en in de kramp te schieten. En in de halve was het eigenlijk klaar. Ik deed nog alles. En op techniek kom ik weer bij. Er waren mijn rustmomentjes. Uiteindelijk werd het de kleine finale. En ook daar hield ik het niet meer vol en dat was het de 8e positie. Ja, ging eigenlijk best wel goed. Dat zie je misschien niet helemaal terug in het resultaat. 22e in de kwalificatie en de eerste ronde eruit. Maar ja, ik denk dat ik gewoon het maximaal eruit heb gehaald. Het is toch totaal anders dan wat je normaal doet. En het is ook gewoon een serieuze training voor ons. Het is gewoon net anders dan je normaal doet. Eigenlijk totaal anders, maar qua training lijkt het nog een beetje op qua afstand. Maar steeds draaien, keren, optrekken, lichter ervoor zetten. Dat maakt het wel... Ja, heel leuk. Ja, het is heel leuk, omdat er wordt gewoon een volledig parcoursje neergelegd. Heel spannend. Hoe ga je de hindernissen nemen? Wat doet de rest? Ik wist nog nooit ik heb nog nooit Eliminator gedaan, dus ik wist niet wat ik kon verwachten. Het is me alleszins meegevallen, alleen de lengte en de duur van de dag eist dus het tol, zeg maar.